Beste kijkers, hartelijk welkom bij alweer de vijfde uitzending van Wij zijn onpartijdig en politiek correct. En terwijl heel Nederland nog op de camping zit of lamgeslagen voor tv naar de Olympische Spelen zit te kijken, heb ik toch drie prominente leden van de Provinciale Staten van Overijssel kunnen vinden, kunnen verzoeken om hier aanwezig te kunnen zijn. Daar ben ik zeer blij mee. En bij de samenstelling heb ik gedacht van nou laat ik nou eens een keer de echte coalitie uitnodigen. Mensen die nergens, of echte, nee niet coalitie, wat noemen we, de echte oppositie uitnodigen. Mensen die nergens anders in een coalitie vertegenwoordigd zijn. Nou, dat dacht ik dat ik daar redelijk goed in was geslaagd, want ik heb hier links van me zitten mevrouw Lia van Dijk van de Partij voor de Dieren. Tegenover mij zit Fred Kerkhof van 50PLUS. En rechts van mij, zoals dat hoort, weer Roy van Aalst van de Partij voor de Vrijheid. Mensen, hartelijk welkom. Dankjewel. En om maar eens even met de deur in huis te vallen, wat speelt er momenteel in de provincie? Jullie zijn met reces. Iedereen is geloof ik nog met reces. Zowel, ik zag gisteren nog de premier en de vicepremier alweer een wandelingetje samen maakten door Delft. Maar de rest is allemaal nog op reces. Is er toch nog wat beweging in de provincie? Absoluut. Ja? Ja. Zoals? Volgens mij is er juist geen beweging. Dat is voor mij de leuke discussie die nu in de provincie speelt. Ja. Dat wij als oppositie... Nee, maar er spelen wel dingen. Als je de vuilwaterinjecties van de NAM onder andere. Ja. Vandaag nog een stuk over binnengekomen, ook van de NAM zelf. Die aangeeft dat ze weliswaar toestemming hebben gehad van staatstoezicht op de mijnen dat ze mogen beginnen, maar dat ze het toch uitstellen tot half september. Begin van de week nog de commissaris die in het nieuws geweest is dat ze een brief heeft gestuurd naar het kabinet. Een aantal partijen, 7 stuks, daar zitten wij ook bij. Ik weet niet of jullie ook wel hebben ingediend. Nee, we hebben dat niet ingediend. Jullie wel volgens mij. Waarbij we dus ook oproepen om... Maar wat is dat precies dan? Je hebt vuilwaterinjectie, wat gebeurt er dan, Fred? Nou, ja, vuilwaterinjectie is eigenlijk vrij simpel. Je hebt een aantal zoutcavernes, onder andere in Twente zitten, dus op meerdere plekken. En heel veel jaren geleden hebben ze ooit bepaald dat het vuilwater, de dieselolie die vrijkomt bij het opwerken van, naar boven pompen van aardolie, dat ze dat ergens moeten laten. Hmm. En ze hebben bedacht dat je dat met leidingen vanuit het noorden helemaal naar Twente kan brengen. De leiding loopt door Duitsland heen. En er is een aantal keren een lekkage geweest en wat vervuiling geweest. Hmm. Nou, die vervuiling heeft ertoe geleid dat we geroepen hebben van dat willen we niet. Toen heeft de NAM te horen gekregen van nou, stoppen met injecteren voorlopig. En je gaat eerst je leiding maar eens repareren en je zaken op orde stellen. En ze roepen nu dat gebeurd is. Ze hebben inderdaad een aantal reparaties gedaan, maar wij zijn nog steeds niet overtuigd, in ieder geval het gros van de oppositie is niet overtuigd, dat het ook daadwerkelijk allemaal goed komt. En wij hebben dus eigenlijk minister Kamp opgeroepen van stop nou nu even met het weer toestemming geven aan de NAM om weer te injecteren, maar laat eerst een onafhankelijke partij nou eens kijken of het allemaal wel goed gaat. En pas daarna neem dan die beslissing. En veroorzaakt dat niet allemaal verhogingen? Want in Groningen pompen ze wat weg en daar krijg je allemaal... Dat de boel naar beneden zakt en dan zou je dus in Twente weer wat extra bergjes... Zou je de materie deskundig op los moeten laten. Ik ben bij een voorlichting geweest van de NAM zelf. En de NAM garandeert bij hoog en laag dat dat niet gebeurt. En dat is ook eigenlijk wel logisch, want ze mengen het met water. Dat zei toen in Groningen ook, hè? Ja, alles is natuurlijk aan de dag gebonden. Hè, van hoe denken we er nu over? Misschien denken we er over 10 jaar wel heel anders over. Maar de NAM is ervan overtuigd dat de aardlagen die erin zitten zo stevig zijn dat dat niet kan gebeuren. Oké, nou duidelijk en we gaan het allemaal mee. Laten we hopen voor die mensen daar dat het geen kwaad kan, want het zal je toch maar gebeuren. Want dat je daar toch wel allerlei vervelende troep naar boven krijgt weer. Ja, we zijn er ook veel tegenstander van en er zijn meerdere partijen, Lia natuurlijk ook. Oké, en hoe is het bij de PVV? Is die daar... Nou ja, wij zijn het zover daarmee eens. Ook zit die volgens mij is heel belangrijk. Het punt dat wij daar wel een keer bij aansnijden is dat we... En met name het CDA, die hier een van de grote kaarttrekkers is, ook degene is geweest die dit altijd mogelijk heeft gemaakt. Ik bedoel, jaren geleden speelde dit al in de provincie. Er werd er al aan de deur geklopt van provincie, doe hier nu eens wat mee, doe hier nu eens wat aan. U bent nu nog aan de voorkant in de sturing. Toen gaf het CDA niet uit. Toen waren ze ook gewoon alleen heersen in de provincie. En nu staan ze vooraan op de barricade, dus we moeten hiermee stoppen. En dat vind ik wel heel hypocriet. Ik denk van jongens, kom op, je hebt het altijd mogelijk gemaakt en nu wil je het verbieden. Maar u zegt dan van het kan ons eigenlijk niet zoveel uitmaken. Jawel, het maakt ons absoluut uit, alleen we zeggen wel laten we nu gewoon ook kansenwerk laten doen. We zijn het wel eens van wacht nu eerst even die evaluatie af, alvorens we weer overgaan tot hervatting van het proces. Nou, is goed dat u even het woord, want u
Eigenlijk zou ook uw fractievoorzitter komen, want ik heb de fractievoorzitter van 50PLUS bij me en de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Maar Edgar Mulder die kon vandaag niet, want die moest naar Den Haag toe. En dan zijn we natuurlijk altijd razend benieuwd van wat is die daar aan het doen. Wordt er al een soort kandidatuur vastgesteld voor de Tweede Kamer? Ja, dat is goed. 15 maart komt natuurlijk al in zicht. Hè, dat, 15 maart komt in zicht. Ik weet van Edgar Mulder dat hij absolute ambities heeft. Hij heeft ooit eerder op mijn lijst gestaan, maar of hij nu voor vakantie in Den Haag is of voor andere activiteiten, ik heb geen idee eigenlijk. Ja. Dus daar kan ik je geen antwoord op geven wat hij vandaag in Den Haag heeft gedaan. Maar je hebt hem dat zelf toch al gevraagd, hè? Ja. Ja, maar hij deed er wat vaag over, dus ik denk, nou, misschien dat Roy, secretaris van de PVV, ben je er ook? Van, een secretaris, die weet toch alles, hè? Die moet alles opschrijven, dus die absentie in verband met... Hè? Ja, ik hou zijn declaratie in de gaten waar hij vandaag geweest is. Oké, goed. Ja. Een ander nieuwtje wat er was, dat was iets van mevrouw Wissink, die was van de week ook nog op tv. En dat ging over de Q-koorts, Lia. Ja. Is dat niet een beetje mosterd naar de Q-koorts, of... Ja, in feite wel. Wat er eigenlijk nieuw aan is, dat het aantal slachtoffers wat destijds geval is door de Q-koorts-epidemie veel groter is dan gedacht. Mm-hmm. Maar goed, wij zijn vanaf het begin natuurlijk al van mening dat het niet goed is opgepakt. Hè? Er zijn heel veel mensen chronisch ziek geworden, er zijn mensen overleden. En eigenlijk is die zaak gewoon steeds geprobeerd om dat ook af te doen van, nou ja, het valt allemaal wel mee. En als je ook gewoon nu kijkt naar de plannen van de provincie om nog de verdergaande schaalvergroting in de vee-industrie verder te faciliteren, dan schrik ik daarvan. Want, dan maar even dan... op die Q-koorts, hè? Ja. Is er nu een concrete aanleiding om daar nu een onderzoek voor te doen? Zijn er mensen die nu nog flauwtes daarvan krijgen of zo hier in Overijssel? Er zijn Want het speelt in Overijssel en in Brabant, heb ik begrepen. Ja, er zijn mensen chronisch ziek. Ja. En het ziet er ook naar uit dat die mensen ook niet beter zullen worden. Dus dat is natuurlijk heel erg. En het aantal sterfgevallen wat heeft plaatsgevonden, dat is destijds elke keer gezegd dat zijn 24, 25 mensen, zoiets. Ja. En dat blijken er nu dus 72 te zijn. En hoeveel daarvan in Overijssel? Nou, niet zozeer dat... Het antwoord is nul, hè, dat weet je. Kijk, het gaat om het totaalbeeld. En waar het ook om gaat, is dat de risico's die gepaard gaan met de grootschalige veehouderij, die nemen alleen maar toe, die nemen niet af. We hebben natuurlijk al een aantal uitbraken gezien van zoonose, dat is het woord ervoor, hè, van ziekten die ook overdraagbaar zijn op de mens. Ja, ja. En in plaats dat we dan denken, nou ja, we hebben daar lering van getrokken, dat is natuurlijk heel ernstig als je levenslang ziek bent of zelfs overlijdt. Faciliteert eigenlijk de provincie ook de steeds verdergaande schaalvergroting in de vee-industrie. Want wat ze nu willen is de maximum bouwblokgrootte loslaten. Dus dan kunnen er nog grotere stallen ontstaan. En ook de locaties waar die stallen gebouwd zouden mogen worden. Dat zou eerst op aangewezen gebieden, de LOGs, landbouwontwikkelingsgebieden, plaatsvinden. En dat wordt ook opgeheven. Dus in principe is het nu gewoon vrij spel voor megastallen. Nou, en ik denk als je dan kijkt naar de resultaten, dat is natuurlijk de winst ook aan het onderzoek, dan zou je dat absoluut niet moeten willen. Nee, maar je zegt dus in feite van, kijk eerst naar een goede risico-inventarisatie. Nou, dat weten we al. Je hoeft niet opnieuw een onderzoek te doen. Wij weten dat al. Je hebt toch altijd een milieueffectenrapportage, een MER-onderzoek? Ja, maar daar zit de volksgezondheid niet in. Dus de volksgezondheid wordt daar niet in meegenomen. En we hebben nu ook opnieuw, ook enige weken geleden is er weer een rapport uitgekomen over fijnstof en de problemen die dat oplevert voor longinfecties bij mensen. Dat is dus nu ook weer bewezen. Hè. Daar is ook al lang is daar aanleiding voor dat je dat weet. Maar nu is het dan ook bewezen. En ja, ik hoop toch dat dit nu eindelijk eens een keer voldoende is om te zeggen dat we een halt moeten toeroepen aan de intensieve veehouderij. Ja, maar ik vind het niet reëel. Mag ik daar wat van zeggen? Nee, natuurlijk. En waarom vind ik het niet reëel? Dat ga ik ook uitleggen. Als je praat over de Q-koorts, dat is een zoonose. Het is een infectieziekte die overdraagbaar is van dier naar mens. Dat snappen we. In 2014
één bedrijf in Overijssel getroffen, in 2015 één bedrijf getroffen. Waar we over praten zijn geen megastallen. Nee, dus we praten over relatief kleine bedrijven. Geitenhouderijen zijn over het algemeen zijn het kleinere bedrijven. Dus je moet dat niet gelijk chargeren naar alle megastallen. Het aantal slachtoffers in Overijssel, ik wil het niet bagatelliseren, want ieder slachtoffer is individueel. Daar moet je heel reëel in zijn. Daar heb je helemaal gelijk in, dat moet je helemaal niet willen. Maar er zijn totaal 3 slachtoffers in Twente geweest en verder niets. En ook dat is, nogmaals, dat is te veel. Dat ben ik er wel mee eens. Maar je moet, het gaat me te ver om alles tegelijk op die megastallen te gooien. Er zijn ook heel veel hele kleine bedrijven met biologische boeren, met name biologische boeren met geiten getroffen door de Q-Corp. Maar ik heb wel eens gezien, hè, er was toen zo'n programma op televisie, Boer zoekt vrouw. En er was een geitenhouder bij en toen lieten ze dat bedrijf zien. Ja, dat en die man die opende een gigantische ruimte en dan sprongen die beesten allemaal over elkaar. Natuurlijk, die heb je met die alles. Die was de tel kwijt. En het feit is natuurlijk wel dat hoe meer dieren we gaan houden in dit dichtbevolkte en kleine land, ja, hoe groter het risico is. En experts praten ook over niet dat het zal gebeuren, dat weten ze zeker. Het is alleen een kwestie, zeggen ze, van wanneer. En nu kun je wel zeggen, ja, het waren maar 3 gevallen in Overijssel. Nee, ik heb gezegd, ik bagatelliseer het niet. Iedereen is er één te veel, dat is heel duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Maar in Brabant is de vee-industrie nog veel dichter dan hier. Waar ook veel slachtoffers, klopt. Dat is ook reden geweest voor een aantal, zelfs voor de provincie, maar ook voor een aantal gemeenten om te zeggen, we moeten dit een halt toeroepen. Dat betekent nu eigenlijk dat die hele roze invasie aan varkens richting Overijssel komt en dat wij de deur wagenwijd openzetten voor zowel in de melkveehouderij als ook in de varkenshouderij, dat wij zeggen, nou, van die grote ondernemers, kom allemaal maar hier naartoe en breid hier dan maar lekker uit. Dus ja, je kunt eigenlijk gewoon op je klompen aanvoelen wat er dan gebeurt. Wij worden een tweede Brabant. Nou, dat geloof ik niet zo in. Hoe zit de PVV daarin, Roy? Nou ja, ik ga wat betreft die Q-Corps ga ik grotendeels met Fred mee. En wij hebben ook gezegd in onderzoek. Ik had toch begrepen dat de Provinciale Staten unaniem akkoord waren met dat onderzoek? Dat werd althans zo in de media gebracht. Ja, het is wel gebracht dat hij inderdaad bij de grote meerderheid aan is genomen. Voor mij was het niet unaniem. En voor mij ging het meer inderdaad over van jongens. Tuurlijk, 5 of 3, ik heb de 5 gelezen, heeft de GGD geloof ik aangegeven de afgelopen week. En zijn er altijd te veel. Alleen je moet ook oppassen dat je niet doorslaat. En vooral van als we nu kijken, Brabant heeft daar misschien wel een probleem in, maar heeft Overijssel daar daadwerkelijk een probleem in? En is dit waar we nu. Ik heb het gevoel dat we. Maar waar is dan de grens? Want we hebben natuurlijk ook de varkensgriep gehad. Of dat is later is daar een andere naam aan gegeven om de sector ook niet te beschadigen. Toen werd het de Mexicaanse griep. De vogelgriep heeft natuurlijk wereldwijd al heel veel slachtoffers geëist. Ik vraag me dan eigenlijk af, hoeveel slachtoffers, hoeveel mensen moeten er ziek worden? Hoeveel mensen moeten er sterven voordat we dan zeggen, en nu is het een keer genoeg? En dat zijn nog niet de enige problemen. Hè? Wat ik net al aangaf, het probleem van fijnstof, waardoor met name kinderen ook last krijgen van astma en longweginfecties. Dan hebben we het probleem dat we de biodiversiteit, de natuur gaat eraan. Onze natuur vermest en verstikt door de uitstoot van stikstof. We zitten nu weer aan het fosfaatplafond. De waterkwaliteit in Nederland. Dus ik kan eigenlijk. En dan hebben we nog broeikasgassen. Ik vind het wel knap dat je in 2 minuten tijd je hele partijprogramma hebt. Ik vind dat erg knap. Maar het ging over de Q-koord. Ik wil graag terug naar de Q-koord. Maar dit zijn allemaal de neveneffecten van de intensieve veehouderij, de grootschalige intensieve veehouderij, waarvan de Partij voor de Dieren zegt, nou, wij moeten daar een halt aan toeroepen, want het heeft zoveel negatieve gevolgen voor zowel milieu, voor de dieren, voor de natuur en de risico's voor de volksgezondheid, dat we hiermee moeten stoppen. Oké, maar laten we daar dan nu ook even mee stoppen. Het heeft in ieder geval jouw grote aandacht, zie ik. Ja, zeker. En mocht er dan inderdaad iets hierin voorkomen, dan neem ik aan dat jullie daar wel mans of vrouws genoeg voor zijn om het gelijk aan de bel te trekken. Daar kun je op rekenen. Ja. Nou, wat we de afgelopen periode hebben gehad, dames en heren, dat waren natuurlijk, en daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Je ziet dan de nationale en de internationale politiek, die gaat over ons heen. Nou, heel Nederland was, wat ik al net zei, op reces, hè, al vanaf mei zo'n beetje, hè, gebeurt er helemaal niks. En in die tussentijd hebben we eerst het Oekraïne-verdrag, dat is aan de kaak gesteld. Hè, en naar de hand kwam de Brexit. He, toen kwam er nog iets opstopen over de Nexit en toen gingen we gelijk over de TTIP het hebben. En dan vraag ik me af, wat zijn nou de gevolgen van dat soort maatregelen ten aanzien van deze provincie hier, Fred? Is het nou zo dat wij ons zorgen moeten maken als Engeland uit de EU gaat, dat we zeggen, nou, we raken hier banen kwijt?
Of zeg je van, ik sluit het niet uit, maar zorgen maken vind ik een groot woord. Ik vind dat er zijn genoeg landen die ook geen lid zijn van de EU, nooit geweest zijn. En ook daar gaan we heel goed mee om. Ik ben er dus niet zo bang voor dat iedere inwoner van Overijssel of meerdere inwoners van Overijssel gaat treffen. Misschien wel, ik kan het niet uitsluiten, hè, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar punt 1 denk ik dat de Brexit, ze hebben nu al geroepen, niet eerder als 2019. Die handel met Engeland blijven we echt wel volgen. Je zegt van uitstel komt afstel of zo? Nou nee, dat bedoel ik niet zo. Ik denk dat best zijn punt hebben. En ik denk ook dat er redenen genoeg zijn. Maar ja goed, Schotland bijvoorbeeld die roept al van nou ik ga liever uit het Groot-Brittannië weg als ze nodig weg willen. Maar die zien duidelijk wel de voordelen van een EU-lidmaatschap. Nou ja, het gros van, en ook dat is democratie, van de kiezers heeft geroepen van nee. Achteraf hoor je, ik heb familie in Engeland wonen, dat het met name de ouderen waren die er tegen waren. Die eigenlijk het oude establishment van Engeland terug wilden. Zoals het grote Engeland. Historische emotie. Ja, het grote Engeland van vroeger met de grote steenkolenmijnen en de wereldmacht. Terwijl de jongeren in grotere talen niet zijn gaan stemmen, waar ze nu achteraf spijt van hebben. Want anders was het waarschijnlijk niet gebeurd. Het heeft me wel verbaasd trouwens dat ze eruit gegaan zijn. Ik had niet verwacht. Nee. En heeft dat u verbaasd, meneer Van Aalst? Of zegt u van als echte Europa-kenner? Als Europa-kenner, ja. Nee, maar goed, wij zijn heel duidelijk. Wij zijn altijd voor Europese samenwerking geweest. Alleen wij zeggen, Brussel is volledig doorgeslagen. Ik bedoel, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Ik bedoel, samenwerking is perfect. Ik bedoel, en daarom denk ik ook niet dat het Groot-Brittannië zal treffen door die Brexit. Tuurlijk, er komen nu even wat jaren aan. Je ziet met name de vrienden Juncker, zeg maar, die nu ook even lekker vervelend doen richting Groot-Brittannië, omdat ze uitgestapt zijn. Ja, dat is een beetje pesten heen en weer, dat snap ik wel. Maar ik geloof er heilig in dat ook zometeen Groot-Brittannië gewoon keurig netjes opkrabbelt. En je ziet dat ze nu al handelsverdragen hebben gesloten die wij in Brussel nog nooit hebben kunnen sluiten met landen als Japan en China. Maar een nexit, Nederland die uittreedt uit de EU, dat ziet u niet zitten? En dat zie ik absoluut wel zitten, ja. Ik denk dat we inderdaad terug moeten naar waar we het ooit bedacht hebben. Samenwerking is prima. En we kunnen voldoende verdragen met iedereen sluiten, dat is geen enkel probleem. Ik bedoel, we hebben er een rapport voor laten maken in Den Haag, onze fractie, en die laat heel duidelijk zien dat het absoluut mogelijk is. Ja, ik geloof niet in een nexit hoor. Ik geloof wel dat daar hebben we wel vaker over, want op heel veel punten verschillen we als partijen binnen de oppositie niet zoveel van elkaar. Maar ik ben wel van mening dat we veel te veel macht naar Brussel toe hebben geschoven, maar het echt helemaal eruit stappen, dat vind ik een brug te ver. Ik vind dat we moeten wel paal en perk stellen aan de macht die we aan Brussel geven, dat ben ik ook. Als de PVV met zo'n voorstel gaat komen, dan ga ik daar ook zeker mee, want dat vind ik een briljant systeem, want we geven te veel macht. Maar het helemaal uit een EU stappen, daar geloof ik niet zo in. Ik denk dat we ze nodig hebben. Ja, uw partij die had het over, met name over het referendum in Oekraïne. Ja. Zei men, ja, u moet nee stemmen, want eigenlijk is dat een open poort voor allerlei verdragen die wat dieronvriendelijk zijn, als ik het zo mag betitelen. Ja, dieronvriendelijk en dat niet alleen, maar ook je zet ook een stuk van de democratie, bijvoorbeeld ook met het TTIP-verdrag. Dat is een soort gelijkhandelsverdrag, zet je daar mee op het spel. Dat is met Noord-Amerika, op het spel. Ja, dat is een handelsverdrag met Noord-Amerika. En wat is daar even voor de kijkers, wat betekent zo'n verdrag? Nou, wat men dus eigenlijk beoogt is dat alle handelsbarrières opgeheven worden tussen Europa en de Verenigde Staten. Ja. En zo'n soortgelijk verdrag is er ook al gesloten met Canada, CETA heet dat. Ja. Dat moet nog geratificeerd worden. Maar kijk, wat dat betreft kan ik ook een heel eind meegaan met Fred en met Roy. Brussel heeft nu zoveel macht gekregen dat we, ze willen nu zelfs dat we bij het ratificeren bijvoorbeeld van zo'n handelsverdrag, dat wij als lidstaten niet eens meer autonoom zijn om dat te doen. Dus de Partij voor de Dieren is ook voor samenwerking, Europese samenwerking, dus dat moet gewoon kunnen. Maar nu is het ook doorgeslagen en heeft Brussel zoveel macht. En als je deze handelsverdragen met bijvoorbeeld de Oekraïne en ook TTIP, dat betekent eigenlijk alleen economische handelsbelangen voor de korte termijn veiligstellen. En die zullen ten koste gaan van mensenrechten, van democratisch recht. Want kijk, met TTIP bijvoorbeeld ook. Dingen die wij hier in Nederland hebben afgesproken, wetten die hier gelden, die gelden straks niet meer. Dan gelden de Amerikaanse standaarden. Heeft u een voorbeeld daarvan?
Nou ja, bijvoorbeeld op het gebied van de bescherming van burgers, op het gebied van privacy, maar ook dierenwelzijns, veiligheidsnormen, dan gelden er andere standaarden. Maar ook als je je milieu wilt beschermen, dan kun je dat als individuele lidstaat niet meer doen. Want als er dan een grote multinational uit Amerika komt of uit Canada komt en die zegt ik ga hier naar schaliegas boren, en terwijl wij hier dan proberen het milieu te beschermen, kun je dat niet meer, want er zit een clausule in die handelsverdragen, in TTIP, een arbitrageclausule. En dat betekent dat onze rechters, onze rechterlijke macht daar dus ook niets meer over te zeggen heeft. Die wordt buitenspel gezet. Er komt een speciale commissie en die maken dan uit of zo'n ondernemer hier dan dus u zegt, wij worden eigenlijk mag worden. We worden eigenlijk minder zelfstandig. Ja. En we zien het eigenlijk om ons heen en langs ons heen gebeuren. Ja, dat gaat ten koste van. Dat is niet zo, Fred? Nou, ik geloof er niet zo in. Ik ga een groot gedeelte ga ik best wel met Lia mee. En ik denk dat er ook. Je hebt voor- en tegenstander van TTIP. De voorstander zegt het maakt heel veel economische groei, ga je daardoor krijgen. De tegenstanders, die hoor ik je niet roepen trouwens. Maar dat is dat met name de multinationals dan veel meer gaan verdienen. Hè? Juist de kleine ondernemers minder worden. Dat zou ook een nadeel kunnen zijn. Ja. Alleen het voorbeeld wat je doet met name van die schaliegas. Dan moet je namelijk boren in onze ondergrond en er is, en dat krijgen ze in geen enkel verdrag rond, dat een ander land het recht krijgt of het recht toegewezen krijgt door een rechter, dat ze ook daadwerkelijk in de ondergrond mogen boren. Sterker nog, als provincie hebben we dat nog niet eens. Laat staan, dat is echt weggelegd, dat is vastgelegd in andere verdragen, dat gaat maar echt niet gebeuren. Het gekke daarvan is, Fred, als ik dat, kijk, wij hadden dat hier, wij zitten hier in Gramsbergen, onderdeel van de gemeente Hardenberg, en daar kwam toevallig in de gemeenteraad, kwam dat schaliegas aan de orde. En toen zei de wethouder daar, ja, maar dat wordt in Den Haag bepaald of hier geboord mag worden. Ja, ondergrond is landelijk. Ja. Dat is ook het probleem dus wat wij nu hebben. Woorden, Den Haag committeert zich dan aan een Europees verdrag. Nee, maar Den Haag zal zich nooit committeren aan een Amerikaans verdrag dat een Amerikaanse firma zegt dat ze hier een schaliegas kan boren. Niet. Dat gebeurt nu niet en dat gebeurt straks ook niet. Maar het gebeurt op allerlei terreinen. Ja, op andere terreinen mogelijk wel, maar dit voorbeeld vond ik duidelijk een verkeerd voorbeeld. Ik geloof best wel, daar ga ik best wel met je mee, dat er dingen zijn die ze zometeen wel af kunnen dwingen in een vrijhandelsverdrag. Dat is het voor of het nadeel van een vrijhandelsverdrag, hoe je dat ook wil bekijken. Andersom geldt dat ook als wij aan die kant wat willen doen. Dus er zitten ook voordelen aan. Ja, maar wat zijn dan precies die voordelen? Want die voordelen zijn korte termijn economisch gewin. Nou, dat hoeft niet korte termijn. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar onze boeren. Als de Amerikaanse producten op onze markt zonder enkele barrière ingevoerd kunnen worden, dan kan ik je op een briefje aangeven dat onze standaarden qua voedselveiligheid, maar ook de manier waarop wij produceren en waarop wij in ieder geval ook nog dierenwelzijnsnormen hanteren, dat allemaal van de baan is. Want de Amerikanen kunnen op een veel goedkopere manier kunnen ze produceren en zullen onze markt daarmee overspoelen. Nou, dat voorbeeld zagen we in de Oekraïne met een bedrijf met miljoenen plofkippen. En kijk, dat zijn de voorbeelden dat wij daar alleen maar slecht van kunnen worden. In Oekraïne vind ik een ander voorbeeld als de TTIP. Maar waarom zou je voor korte termijn economische belangen. Kijk, de Partij voor de Dieren is van mening dat je die nooit ondergeschikt kan maken aan de moraal. Waarom nou, korte termijn? Waarom is dat niet langere termijn? Dat kan ook langere termijn zijn. Nou, omdat je, als je kijkt naar de lange termijn, dan is het juist van belang om te kijken, wij hebben één aarde met elkaar waarop we met z'n allen moeten leven. En de grondstoffen, water, schone lucht, voedsel, dat wordt schaars. En als wij alleen maar uit zijn. Ik kijk toch even nog naar mijn buurman. Ik zit even te kijken van, hoe zit dat nou bij jullie? Bijvoorbeeld als ik nou het Oekraïne-verdrag neem. Hoe was de PVV? Die was we hebben fel op tegen. We hebben echt een campagne gevoerd om de Oekraïne niet toe te laten. En de reden dat was? De reden was absoluut geen uitbreiding van de EU. Ik bedoel, dat ging toch alleen maar over een handelsovereenkomst? Ja, zo werd het gebracht als handelsovereenkomst. Ja. Alleen de toetreding. Maar die reden die mevrouw Van Dijk opnoemt? Die begint over TTIP. Ik probeer hem ook proberen. Nee, maar ook over Oekraïne. Daar hadden we het net ook over de plofkippen die daar geproduceerd worden. Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat ze dat voorbeeld neemt. Ik bedoel, we pompen miljoenen van Brussel richting de Oostblok om daar boeren zeg maar wel te laten produceren die onze boeren hier weer slopen. Ik bedoel, die hebben we al toegelaten. Dus wij het dus ook niet mee eens, hè? Nee, nou ja, ik bedoel, dat is weer een voorbeeld van waar Brussel weer even doordrukt precies. En onze boeren sloopt. Ja. En vervolgens de rotzooi uit Oost-Europa hier naartoe haalt. Precies. En wat bijvoorbeeld in Frankrijk, want daar staat ook een fabriekje wat een half miljard per jaar aan subsidie krijgt in verband met de productie van dat soort kippen. Ja, kijk, als je kijkt naar de Europese begroting,
dan gaat ongeveer de helft van de hele Europese begroting gaat naar landbouw en visserij. Ja. Dus die hele landbouwsector die hangt van subsidies aan elkaar. Er is een constant subsidie-infusie. En vindt u dat ook bedreigend, bijvoorbeeld als we dat dan hier bekijken? Want ik zei, nou, laten we nou eens een keer die internationale problematiek spiegelen aan Overijssel. Maar ook naar landbouwbedrijven hier. Ja. Zou dat voor landbouwbedrijven hier een bedreiging kunnen zijn? Ja, dat kan zeker een bedreiging zijn. Moet jij dan toch geen probleem vinden? Want jij vindt toch dat het gaat juist te weinig geld hier naartoe. Onze boeren moeten juist hier weg, juist, omdat goede gewoon geen bestaan meer hebben. Nee, dat ligt er aan de manier. Kijk, als je uitgaat van het systeem van steeds verder schaalvergroting, dan inderdaad. Maar dat is niet het systeem wat wij voorstaan, want dat is gewoon niet houdbaar. Want we hebben namelijk maar één planeet. En als we nu kijken... Nog wel, hè? Ja, nog wel. Maar ik zie nog niet een andere snel in beeld komen. Nee. Als je nu kijkt naar de voedselvoorziening en ook het voedselpatroon, dan dat is een niet houdbaar systeem. Zijn er op dit moment geen boeren in Overijssel die het ook maar in hun hoofd halen in dit moment waar ze in zijn leven en alles aan elkaar moeten knopen om op dit moment door te gaan en een megastal op te richten? Die zijn er al en dat komt er steeds verder gaande ontwikkeling. Dus wat wij voorstaan is dan juist, help nou de boeren om te schakelen naar een biologische vorm van landbouw en produceer gewoon voor de lokale bevolking. En wat we nu doen, wij produceren niet voor onszelf, het gaat allemaal voor de export. Goed, maar laten we het nou, we hebben het nou over Europa en toevallig, ik had het ook over die lange vakantieperiode die er vanaf mei duurt. En een van die punten, Fred, dat was dat volgens ook niet, een pensioenakkoord is afgesloten met Europa. En ik denk, nou, daar zou jouw partij wel blij mee zijn geweest. Ja, absoluut. Nou, wij vinden het compleet onbegrijpelijk. Ja. Überhaupt helemaal de pensioenproblematiek. Laat ik beginnen met te roepen dat ik, dat vindt 50PLUS uiteraard ook, niet alleen ik. Maar dat we op dit moment bezig zijn met de pensioenproblematiek. Ja, als ik met jou praat ik met 50PLUS. Heel graag. Zo moet je dat zien. Nou, er zijn van mij nog kansen, ik hoor het al. Ja. Nee, dat is... Het is geen bedreiging. Nee, absoluut niet. We zijn natuurlijk absoluut niet eens met de manier waarop op dit moment met pensioen en dergelijke wordt omgegaan. Laten we daar eens mee beginnen. En dat komt met name doordat wij vinden dat er op dit moment een stukje bangmakerij plaatsvindt in de BV Nederland. Van de pensioenfondsen die zijn leeg, we hebben niks meer, we zijn arm. We moeten gaan korten op pensioenen. We willen iets aan de AOW doen. Mensen hebben al een AOW gehad. En het is compleet irreëel. En als je dan ook nog ziet dat mevrouw Kleinsma in staat is om vlak voor het reces een stuk bij onze Tweede Kamerleden naar binnen te gooien van weet ik veel hoeveel pagina's, waarbij ze ongeveer 20 minuten de tijd hebben om door te lezen, ik chargeer uiteraard, waarbij daarna een beslissing moet komen en dat er inderdaad een aantal elitaire partijen zover zijn die dan gewoon roepen van dat gaan we doen, waarbij we eigenlijk... En ik chargeer weer wat, want het is niet zo zwart-wit als dat ik het nu roep. Maar eigenlijk onze pensioenen opengooien, zodat de BV Europa zo meteen een graai erin kan doen. En laten we eerlijk zijn, het is in het verleden al vaker gebeurd. Niet door Europa, meneer Kok die heeft al een keer 25 miljard uit de ABP weggetrokken. Maar waar gaat het nu eigenlijk over? Waar het om gaat is het volgende. Als je gaat kijken naar de pensioenpotten in Nederland, die hebben afhankelijk van welke rekenmeester je gelooft, tussen de 1300 en 1600 miljard euro in kas. Ja. Tussen de 1300 en 1600 miljard. Ik zeg welke rekenmeester je ook pakt. Mm-hmm. Laten we de goedkoopste eens pakken. 1300 miljard in kas. Ze maken gemiddeld de pensioenfondsen maken ze 12,4% rendement erop. Ja. Die maken ze. Dat wil zeggen dat er heel veel geld is. Als je gaat kijken wat er aan uitkeringen uitgaat ieder jaar, is dat ongeveer 32 miljard aan de gepensioneerden. Mm-hmm. Aan premies komt er 33 miljard binnen. Dus zelfs al zou je geen rendement maken, haal je nog steeds meer binnen als dat eruit gaat. Als je gaat kijken in de geschiedenis, in de jaren 90, 92, toen was er een rente van ongeveer 7,4%. Dat is daarna doorgegaan naar 4% en nu zitten we op een rekenrente die gelijkgesteld is aan hetgene waarvan onze eigen regering... Maar waarom krijg ik dan, ik las gisteren in de Stentor weer een huiveringwekkend bericht van ABP, dat is ook het pensioenfonds waar jij je ter zijner tijd bij komt. Dan nog steeds. Daar zit je al, goed, maar als oud-militair heb ik begrepen. Ja. Nou, die halen 90% binnen, dus 90 cent over de euro. Nee, dat en is niet waar. Dat stond in dat artikel, en er stond met grote letters bij, dus pensioenkorting is onvermijdelijk. Ja, en dat begrijp ik wel, dat heeft te maken met een stuk rekenrente. Als jij 12% rente maakt, daadwerkelijk, op verschillende niveaus, of dat nou allerlei moeilijke dingen zijn, wat voor constructies, zover zal ik niet gaan, want dan gaan we een heel pensioenexposé houden, dat is niet nodig. Maar als jij gemiddeld 12% rendement haalt, maar je bent verplicht van de staat om dat niet te berekenen, maar de rekenrente aan te houden, die op dit moment 0,00 niks is,
dan zeggen ze ja, maar aan de hand van die berekeningen haal ik geen 1 euro binnen voor iedere euro die ik uit moet geven, maar haal ik maar 94% maar waarom binnen. Horen we dat dan alleen maar van 50PLUS en niet van bijvoorbeeld de PVV of van... Je hoort het nu ook van andere partijen. Ja. En waarom? De verkiezingen komen eraan. Laten we met z'n allen nou eens heel goed kijken naar wat meneer Dijsselbloem hoor je roepen van we gaan wat doen voor de ouderen. Ja, maar die wil de AOW gaan verhogen. Ja, maar ook dat heeft te maken met pensioenen. Ja, dat is een ander pensioen. Ja, Het is de eerste schijf van je pensioen. De AOW is de belangrijkste schijf. Die krijgt iedereen. Tot onze oude voorstel. Maar jij hebt het over de pensioenfondsen. Ik heb het over de pensioenfondsen. En dat zijn de fondsen waar we allemaal zelf in hebben gespaard. 1300 miljard, Ed, moet je je voorstellen. Dat is meer als ons nationaal bruto product per jaar. Ja, dat kan ik geloven, Dan kunnen al die megastallen kunnen weg, bij wijze van spreken, als ik dan naar LIA toe wil gaan. Als je dat alleen maar zou gebruiken. Ja, en wat willen ze nu? Wat ze eigenlijk willen is met de handjes wat gewoon binnen die pot. Nee, er is nog een motie ingediend, hè, tegen deze nieuwe plannen. Ja. En ik zei, die hebben wij ook mede ondertekend. Het was volgens mij een motie, als ik het goed ben, maar misschien weet Fred dat iets... Heeft die motie het gered? Of, Nee. Kijk, want wat mij frappeerde, ik kreeg ook via mijn kanalen begin juli een heel pakket binnen. En ik denk, ja, hoe kan dat toch waar zijn dat je vlak voor de vakantie, vlak voor het reces, met zo'n pakket eigenlijk de mensen bestookt. En dat moest dan nog ook door de SER, die had inmiddels al akkoord gegeven. De Sociaal-Economische Raad, waar eigenlijk de vertegenwoordiger van onze vakbonden in zitten. Helemaal buitenspel gezet. Ja, dus die vakbonden die zijn eigenlijk ook allemaal akkoord. En dan hoor ik dan 50PLUS en Partij voor de Dieren. En ik weet niet hoe de PVV... Nou, volgens mij zijn alle oppositiepartijen in Den Haag hier volop continu mee bezig geweest. Ja. Alleen het is die natte droom zeg maar, van Rutte en zijn vrienden. Het zijn niet alleen de oppositiepartijen geweest, het zijn de elitaire partijen. Ook een GroenLinks, ook een D66 en dan meneer Pechtold voorop. Meneer Pechtold roept gewoon letterlijk, dit pensioengeld is uitgesteld belastinggeld. Hoe komt de man erbij? Het is uitgesteld loon. Al die mensen die gewerkt hebben, die pensioenpotten gevuld meneer hebben. Meneer Pechtold zit toch ook in de oppositie? Jawel, maar dat is een elitepartij. Ja, en ik praat dus niet over de oppositiepartij, maar over de elitaire partijen. Het grote Europa. De elitaire partijen, die willen, en natuurlijk... Dat zijn die hoogopgeleide bejaarden of zo. Bij wijze van spreken. Nee, maar goed, als je dus waar je ook in de wereld kijkt, roemen ze ons pensioenstelsel. We hebben het beste pensioenstelsel, in ieder geval van Europa, maar ik durf zelfs te zeggen van de wereld. Dus u zegt het is bangmakerij. Ze proberen een sfeer te creëren om zometeen te kunnen graaien. En als dat graaien in Nederland gebeurt, of in Europa. Ja. Daar kan je op wachten, maar dat gaat gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren. Daar werken ze naartoe. Ik bedoel, die en dat is dus gewoon... En ik las ook in dat ding dat in feite krijgt... Want je las dan iets van ABP, dat schijnt dan niet zo goed te draaien. Er was toevallig van de week een programma op televisie... waarin de voorzitter van de ABP, meneer Sander den Uyl, de zoon van... Ja. verkondigde dat er mensen bij hem waren die de beleggingen deden... en die wel met een salaris van 8, 9 miljoen per jaar uitkwamen. Nou, als je dan ook nog realiseert dat het pensioenfonds ook nog belegt in massavernietigingswapens, dan is dat eigenlijk ook wel een hele trieste zaak. Ja, dat zeker. Maar dat dan nog even terzijde. Maar misschien dat wel rendement geeft. Ja, maar ja. Ja. Maar goed, dat zijn keuzes, maar dat is toch wel, ik bedoel... Maar als u het daar wel over heeft, er stond ook bijvoorbeeld op teletext dat er op een bepaalde dag, wanneer was dat, in juli, 21 juli, 65 miljoen gaat naar Irak toe. En de onderstond en de pensioenfondsen worden gekort. Ja. Ja, ik bedoel, hoe moet je dat rijmen? Dat zal u ook wel aanspreken, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik bedoel, wij zijn misschien wat olie op het vuur of... Nee, maar ik bedoel, we hebben natuurlijk het probleem in Europa ook met die immigratie, open grenzen. Wij hebben nu ook gezegd van die vluchtelingenstroom, we hebben er 0,0 controle op. Mm-hmm. Ook onze coördinator terrorismebestrijding heeft er geen vat op. Ik bedoel, wij als PVV hebben provinciaal de vragen gesteld. We hebben de coördinator de vragen gesteld van kunt u ons vertellen om hoeveel terroristen er nu dan daadwerkelijk rondlopen in Overijssel? Er is niemand met een antwoord. Het is elke keer privacy technisch kunnen we daar geen uitspraak over doen. Ze weet het gewoon niet. Nou, ik denk wel dat ze het wel weten, ze spreken het niet uit. Ik denk dat niet tot aan de enkele poppetje nauwkeurig. Dat ben ik wel met je eens. Dat gaat ook niet hebben. Dat is niet te doen. Alleen ik vraag me dus af of dat. Ik ben het met je eens. Er zullen best met die stroomvluchtelingen, wat je aangeeft, een aantal terroristen meegekomen, geloof ik best. Maar als ik kijk naar de aanslagen in Frankrijk bijvoorbeeld, degenen die gepleegd zijn niet door mensen die teruggekeerd zijn uit Syrië. We praten in Frankrijk en in België praat je over Noord-Afrikanen die al jaren in het land wonen. En dus niet de teruggekeerde vluchtelingen. Er zitten aantal gewoon bij die gewoon banden met IS hebben. De radicalisering ben ik met je eens. Die is er absoluut. En ik
Ik ontken ook niet dat ze binnengekomen zijn. Alleen dat staat volgens mij los van die 65 miljoen waar Ed het net over heeft. Die 65 miljoen, maar ook nou, om het helemaal recht te zetten, die staat ook los van de pensioen. Waar Roy het over had, is dat meneer Schoof, hè, die is ja, van die vertelde... NCTV. Ja, die vertelde dat er een heleboel van dat soort mensen waar u het over had, meekomen met de vluchtelingen. Ja, nou, absoluut, dat gebeurt wel. Dan is die man die is ingesteld, hè, door de regering daarvoor. Dus maar als we daar toch over nadenken, dat hij willens en wetens ons elke dag met elkaar in gevaar brengt en niet in beeld heeft... waar ze zijn, hoe ze, wie het zijn en wat ze van plan zijn. Ja, maar dat geloof ik dus niet. Ik denk dat ze dat wel weten. Niet tot het enkele poppetje. Maar ik denk dat ze donders goed weten, in ieder geval van het gros van de mensen, wie ze in de gaten moeten. En dat gebeurt ook. Nee. Maar er zullen ook ongetwijfeld, als je die ellende ziet, daar in dat soort landen ook heel veel mensen zijn die hier heel legitiem naartoe komen. Het zal je maar gebeuren als toch je... Kijk, als ik hier om me heen kijk en ik zie dat op mijn dorp aan een gort wordt geschoten. Mm-hmm. En je moet met je kinderen op de puinhopen leven. Dat je dan toch zegt, nou ik ga eens even ergens anders kijken. Ja, dat is ook een vrij logische stap dat je van Syrië richting Nederland loopt. Ik bedoel, je passeert zoveel landen. Het is natuurlijk volledig onlogisch als jij Europa binnenkomt en je zegt van ik ga nu naar Nederland. Ik bedoel, en dat hebben we ook vastgesteld met elkaar vastgesteld. De mensen die hier komen, ze zijn niet allemaal, ik bedoel, we kunnen ze niet over één kam scheren. Maar het grote gros is gewoon, we hebben nu ook weer gezien, ik geloof dat 50-60% is alleen maar alleenstaande mannen die deze kant op komen. Die hebben hele andere intenties. Ja, maar dat snap ik nog wel. Want kijk, op het moment dat je een route gaat verkennen, zijn, dat geloof ik wel. Wat zou daar de oplossing voor zijn? Het is juist cruciaal dat we ze in de omgeving opvangen en ze daar gaan ondersteunen, dat ze dat land weer opbouwen. Ik bedoel, als zij verdreven worden door IS, moeten we daar wat tegenover stellen om die mensen hun land weer terug te geven. We lossen het niet op door ze allemaal hier naartoe te halen. Ik bedoel, dat lost het probleem daar ook niet op. Nee. En hier wordt het probleem groter. Dus... Nou ja, kijk, ik denk dat het van belang is. Wij zijn ook voor om de mensen zoveel mogelijk in de regio op te vangen, maar dat doen we eigenlijk al. Hè? Want 85% van de vluchtelingen van de Syriërs is volgens mij al 95%, wordt ook ter plekke opgevangen. Wat ook van belang is om te kijken naar de onderliggende oorzaken van conflicten. Want naast religie zie je dat ook honger, klimaatprobleem, voedselproblemen, dat natuurlijk ook allemaal aanleiding zijn om voor mensen om te moeten vluchten. Eritrea en, met extreme regimes, hè, dat, ja, ook, onderdrukking. Ja, ook. En ik denk ook dat je moet proberen, en hè, vandaar dat wij ook wel vinden dat je in die landen daarin moet investeren. Want de Partij voor de Dieren wil volgens mij als enige fractie in de Tweede Kamer ook dat ontwikkelingshulp naar 1% gaat van het nationaal inkomen. Ja, maar dat is juist gewoon het probleem, want ontwikkelingshulp komt niet terecht waar het voor bedoeld is. Dat is als je daar wat wil zeggen, dan komen jullie dus eigenlijk als enige in de Tweede Kamer ervoor op om Boko Haram te financieren. Nee, niet om Boko Haram te financieren. Ja, maar dat is wat natuurlijk gebeurt met ontwikkelingsgeld. Ik bedoel, ontwikkelingsgeld wordt niet gebruikt wat voor nodig is. Ik denk niet dat je een beeld moet schetsen dat alle organisaties die goed werk doen om een samenleving weer op te bouwen, dat het allemaal in de zakken verdwijnt van graaiers. Ik ben met je eens, je moet natuurlijk geen corrupt regimes in de kaart spelen, maar daar hebben we ook wel van geleerd. Maar aan de andere kant, om gewoon te zeggen, nou, we sturen er geen geld naartoe, dan zullen de mensen steeds vaker en steeds meer naar Europa komen. Is dit, denk ik, dit nog maar het topje van de ijsberg. En we moeten natuurlijk ook de hand in eigen boezem steken naar onze eigen handelspolitiek. Hè? Want wij bedrijven natuurlijk ook als Nederland bepaalde handelspolitiek. Kijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld IS, die heeft ook aardolievelden onder controle, in bezit. Nou, wij hebben vlak voor het zomerreces in de Tweede Kamer een motie ingediend dat het blijkt dat aardolie een soort vingerafdruk heeft met de samenstelling van bijvoorbeeld zwavel en andere ingrediënten. Kun je dus zien uit welk veld het komt. Welk oorsprong het heeft. Ja, en de motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is ingediend. Die zei dus van nou, laten we afspraken maken, ook met de Nederlandse oliemaatschappijen en met de opslagbedrijven. Ja. Hè, om te kijken van, kunnen we die dan boycotten? Want dan kun je in ieder geval die financieringsstroom naar IS, daar kan je in ieder geval al wat aan gaan doen. Maar dan verbaast het me wel, want de PVV heeft die motie bijvoorbeeld niet gesteund. Dus je kunt wel degelijk wat ter plekke doen. Dat zal goed kunnen. Ik bedoel, ik ken niet elke politie die in de Tweede Kamer aangenomen of ingediend wordt. Nee, maar goed, IS, en u hebt het net over terroristen die hier naartoe komen. Ja, dus dat is heel belangrijk. Ik kan me niet voorstellen dat de PVV IS wil steunen door aardolie van IS af te nemen. Ik bedoel, ik heb vandaag wel gezien dat wij een contract hebben met Turkije. Of dat wat onze u premier... koopt überhaupt geen Arabische olie of... Nou ja, ik, dan wordt het wel ingewikkeld. Ik heb geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar goed, een ander punt is wel wat u misschien wel zou aanspreken, is wat ook in het reces plaatsvond, is dat een heleboel van die AZC's die schijnen nauwelijks gevuld te worden. En nou had ik een lumineus idee. Ik denk, nou, je hebt ook hier heel veel jongeren die nog steeds woningruimte zoeken. Ja. Nou, dat biedt toch een mooie aangelegenheid, ook voor integratie daar.
Wat bedoel je nou echt? Je wil de jongeren nou, kijk, in asielzoekerscentrum? Ja, nee, asielzoekerscentra's die staan voor de helft leeg. Ja. Jongeren die zoeken woonruimte. Ja. Nou, oh, ja, ergo. Combineer je dat? Ja. Er zijn nog een aantal verpleeghuizen die leeg staan. Die kunnen we misschien ook koppelen. Nou ja, dat is ook iets. Hè. En kantoor, dat zie ik dan nog meer gebeuren. Ja. Nee, ik denk, de asielzoekerscentra die zijn ze aan het afbouwen. Hè. Dat gaan ze nu ook doen. Terwijl ze worden nog steeds volop gebouwd. Ja, maar goed, ze krijgen op dit moment ook de berichten. Dat, want jij riep net, er komen heel veel alleenstaande mannen. Maar die laten hun familie nakomen. Die zullen dus ook eerst moeten worden opgevangen. Dus het einde is nog niet in zicht. Dus ik denk niet dat dat zo'n vaart loopt wat jij zegt. Ik denk dat er nog steeds wel behoefte aan is. Als ik de media geloof, was dat een verhaal dat er een heleboel van die dingen niet... niet of nauwelijks gevuld kunnen worden. Ja, nou ja, minder. Nee, maar het kamp Heumensoord hebben we er heel veel gehad. Hè. Dat hebben we daarna afgebouwd. Die mensen zijn ook allemaal weg. En die zijn ook ergens gebleven. Of in de regio opgenomen of in andere kampen. Ja, volgens mij zijn ze vertrokken. Tenminste, ik heb de berichtgeving gezien dat ze het allemaal hier helemaal niks vonden. Dus ik bedoel, nou ja. Nou, misschien zijn ze al weg. Ja, gaan we terug. Gaan we terug. Lijkt me goed plan. Oké, en als je dan denkt aan integratie, dan denk ik van, nou goed. Als er heel veel jongeren zijn, alleenstaande jongeren die... Voor mij missen we daar het grote probleem. Ja. Want daar zit nou het probleem. Ja. Als we het over integratie hebben. Ik bedoel, die mensen zijn vluchtelingen, die zijn hier, maar die zijn hier tijdelijk. Ja. Als je ze integreert... gaan ze niet meer terug. En daar zit voor mij een groot probleem. Dus voor mij moeten we niet heel veel geld aan integratie uit gaan geven. Want we moeten ze juist, ze moeten op een gegeven moment weer terug. Je moet ze helpen dat ze daar weer verder kunnen. En daar moeten ze het op gaan lossen. Dat ben ik met je eens. Alleen je moet daar wel een goede scheiding in maken. Ja. Ik zie het verschil tussen vluchtelingen en economische vluchtelingen. Daar zie ik wel duidelijk. Ja, maar we hebben voornamelijk natuurlijk economische vluchtelingen. Nou ja, goed. Als je gaat kijken. Ik ben zelf voor het Rode Kruis een keer in zo'n opvangkamp geweest. Een noodopvanglocatie. In het begin dat er zo heel veel kwamen. Dan ga je stellen wat er zit. Hoeveel mensen daadwerkelijk uit Syrië, hoeveel mensen uit Eritrea, want dat zijn al de landen waar nog echt is. Maar je komt mensen tegen uit Estland, uit Letland, dan zeg ik van ja, maar is daar oorlog of zo? En waarom vlucht je dan hier naartoe? Gewoon een beetje met jou. Alle Albanese van de week, ja. Ik bedoel, er zitten echt heel veel andere landen ook tussen. Dus ik denk dat we daar beter in zouden kunnen scheiden. En als je dat scheidt, dan ben ik wel met je eens. Ik denk dan dat die echte vluchtelingen in een land waar misschien nog 10, 20 jaar oorlog is, dat je die wel laat integreren omdat ze hier zo lang moeten blijven. En die economische vluchtelingen zo snel mogelijk probeert terug te krijgen of naar het land van de herkomst. Whatever, maar in ieder geval niet per se hier, want dat hoeft niet per se. Goed. Maar laten we die zo. U had het net ook over. We hadden het nog net even over de pensioen. En een van die punten die ook even in het nieuws was. Dat was dat met de ouderen ging het allemaal niet zo slecht. Want die gingen en masse een camper kopen. En de hoogopgeleide die. Daar had ik net al een beetje een referentie. En daar ben ik ook blij dat een glaasje wijn staat. Ja, want. Ik schat jou hoog in. Ik schat jou hoog in. Maar hoe zit dat in feite? Is dat nou een bepaalde stemmingmakerij? Ik krijg wel eens meer, ook van collega's vanuit de Tweede Kamer, bepaalde berichten van het bureau statistiek, dat de werkloosheid daalt en dan zie je gelijkertijd allerlei massa-ontslagen her en der. Ja, ik kan die berichten niet altijd even goed rijmen. En waarom komen dat soort berichten naar buiten? Ja, waarom de berichten naar buiten komen, dat kan ik niet duiden, want ik breng ze niet zelf naar buiten. Dat zou je moeten vragen aan degene die de berichten naar buiten brengt. Maar ik kan wel ageren, want het is absoluut niet waar. Natuurlijk zijn er rijke ouderen, net zoals er rijkere jongeren zijn en rijke mensen uit de middenleeftijd. Dus zeg maar, dus een generatie linkse babyboom is in hier. Er zitten verschillende dingen in. Maar als je nou daadwerkelijk kijkt naar de getallen, dan laten we dan praten over ouderen en dan praten we over 65-plussers die een pensioen van AOW hebben. 65% van de ouderen, dus 65-plussers, hebben alleen een AOW. Punt. Natuurlijk krijgen die een aantal toeslagen erbij. Huurtoeslag en weet ik veel wat, maar die rijden niet in campers rond. Kijk in je eigen familie en naar je eigen omgeving, dan zal je zien dat er heel veel ouderen zijn die gewoon echt ieder dubbeltje moeten omkeren, omdat de koopkracht steeds minder wordt. Ja. 2,5% naar beneden ieder jaar, hè, de koopkracht van ouderen. Verschillende redenen. Maar ik had het over die 65% die alleen AOW hebben. Dan zeg je, ja, dan heb je nog 35% over, die is hartstikke rijk. Nou, ook niet waar. Hartstikke rijk. Nee, maar goed, die rijden allemaal niet dure campers. Die rijden niet campers. Ja. Nee, dat heb ik niet bedacht hoor. Maar dat is dus ook niet waar. Want die 35% die ik overhoud, 60% daarvan heeft een aanvullend pensioen. Denk ik, daar komt dit aanvullende pensioen. Van maximaal €1.500 per jaar bruto. Dus dan zit je, als je dat bij elkaar op zou tellen, zit je op een 80-85% van mensen die echt tegen het bestaansminimum aankomen. En waarom? Die mensen hebben namelijk, doordat ze een uitkering, een extra pensioen hebben van 1500 bruto maximaal, sommigen zelfs nog minder, maar ook geen recht meer op de toeslagen. Dus die zitten soms nog lager dan de mensen met een AOW met een toeslag. Het restje wat je dan over hebt, zijn mensen die het dan beter hebben. Die dus wel een goed aanvullend pensioen hebben. En sommige mensen hebben ook hun hele leven gespaard. De kinderen zijn de deur uit. Die gaan leuke dingen doen. En dat kan die ook. Kinderen die komen weer terug, hè, binnenkort. Want die moeten toch in feite, zeg maar, als
hoe noem je dat, als mantelzorgers fungeren. Ja, daar geloof je toch zelf niet in. Het gros van de ouderen, die zijn hartstikke zelfstandig. En dat willen ze ook. En die willen ook zelfstandig blijven wonen. Die zitten er helemaal niet op te wachten om kinderen ze verzorgen. Nee, maar ik hoorde van een kennis van mij laatst, die zei, ja, wij krijgen gewoon van het rusthuis waar mijn moeder in aanwezig is. Die en die dagen behoren jullie aanwezig te zijn. Ja, maar het is absoluut. Kulverhaal. Het zal wel gebeuren. Ja, ja, dat niet waar is. Maar je hoort toch steeds ook dat men doet beroep op mantelzorgers. Hè, er is ook steeds minder aanpalende zorg hè, voor ouderen. Ja, maar dat zie je toch ook mensen daar. Mensen hebben keukentafelgesprekken. Privatisering in de zorg, ja. Ja, die zie je steeds verder doorgaan. En krijgen dan in feite ineens te horen dat ze van 6 uur per week naar 2 uur per week gaan. Ja, dat valt wel mee. We hebben een onderzoek op dit moment naar lopen. Ja, dat valt dus echt heel erg mee. Dat is geruststellend. Nou ja, de grap is, want hier praten we een beetje richting de WMO en de nieuwe WMO-regels. En 50PLUS heeft, in Overijssel hebben we een... Er was een WMO-akkoord, hè? Ja, we hebben alle 25 gemeentes aangeschreven. Beroep gedaan op de WOP, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Dat we graag wilden weten van hoeveel geld krijg je nu van het Rijk? Hoeveel geef je daadwerkelijk uit? Ja. Want er waren hele verhalen van, in eerste instantie in 2014 riepen ze het is allemaal tekort. Mm-hmm. En in 2015 riepen ze we hebben allemaal over. Dat hebben we ook kunnen lezen. 300 miljoen in Nederland over. Ja. Dan denk je van, ja, hoe kan dat nou? Die mensen krijgen minder zorg, hè? Dat geef je net zelf ook aan. Ja, maar blijft dat geld? Dat hoor je in de media. Ik ben nog niet van die groep, maar je hoort het. Dat wilden wij dus graag uitgezocht hebben. Dus we hebben al die gemeentes aangeschreven. Op dit moment van 14 gemeentes al een antwoord terug van de 25. De andere 11 hebben geroepen, we hebben wat meer tijd nodig. Nou ja, goed, dat kan. Zit daar Hardenberg om in het half ook daarom heb ik die blaadjes hier op liggen, wat jij iedere keer uitscheldt als mijn bankafschrift. Heb jij het, want wij richten ons met name op 3 gemeentes. Ja, Dalfsen, Hardenberg en Ommen. Ja. Want ik heb mijn werk een beetje gedaan. Als je gaat kijken, laten we beginnen met Dalfsen. Die heeft in 2015 ontvangen van het Rijk 3.053.969 euro. Ja. En heeft uitgegeven 3.929.000 euro. Dus meer. Dus buiten het geld wat van het Rijk komt, wordt er ook nog gemeentegeld ingestopt. Ja. Okay. Een voorbeeld. Als je dan vraagt, houden jullie geld over? Want ze hebben natuurlijk ook geld die ze dan specifiek uit hun gemeentepot nog overhouden, die ze eigenlijk al hadden. Dan zeggen ze ja, maar die stoppen ze in het pot, reservepot sociaal domein. Dat wil zeggen, dat gaan ze in de toekomst dus ook aan dezelfde mensen uitgeven. Heel goed. Zo hebben we ook vragen gesteld over hoeveel uren huishoudelijke hulp, et cetera. Maar dat was dus daar had je al antwoord over gehad? Ja, van alle 3 gelukkig. Dus hartstikke mooi. Laat eens horen nog verder. Hardenberg heeft ontvangen, en schrik niet, dat is 35 miljoen geweest. Natuurlijk een wat grotere gemeente. Plus dat ze nog een keer geld over hadden. En wat hebben ze, dan moet ik heel even goed kijken. Wat hebben ze uitgegeven? Want het is lastig als je meerdere blaadjes hebt natuurlijk. Doe maar rustig aan, je bent van 50 plus. Dus. Daarom kan er ook niks aan doen. Ja. Dus 35 miljoen, waarvan 9 miljoen WMO. En zij hebben uitgegeven 14 miljoen. Maar dat is niet juist. 14 miljoen en ze hebben 2 miljoen over. Dat is veel. Dus ze hebben 35 miljoen gehad, 14 miljoen uitgegeven en dan hebben ze maar 2 miljoen over. Ja. Dat vind ik knap. Ja, ik ook. Ja, dat is een hele rare rekening. Maar nogmaals, ik ben nu aan het opleiden hoeveel ze opgeven en daarna gaan we dat wel eens toetsen. Ja. Ik ben nog niet aan het toetsen toe. Maar ze hebben natuurlijk wel een bezuiniging gewoon. Kijk, het gaat vanuit het Rijk. Ik bedoel, die uitkering die van het Rijk komt, daar is gewoon een ordinaire bezuiniging in. Absoluut. Maar jij zegt in feite, ze hebben 35 miljoen, wat we dan zogenaamd noemen, geoormerkt geld. Hè? Ja. Dat refereert aan die koeioormerken. Ja. En dat betekent dat ze, als ze er 14 hebben uitgegeven, dat ze eigenlijk nog 21 miljoen over hebben. Ja, correct. Dus iedereen in Hardenberg die nog huishoudelijke hulp nodig heeft en eigenlijk... denkt ten onrechte gekort is, die kan in beroep gaan. Dat moeten ze zeker doen, alleen ook die getallen hebben we opgevraagd. Van hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk in beroep gegaan? Hoeveel is daar gegrond van verklaard? En dat valt dus zo ontzettend mee. Ook met die huishoudelijke hulp waar iedereen het over heeft, waar mensen gekort worden. Ook bij de hele tendens door de hele... Maar zijn er überhaupt, want mensen zijn meestal nogal, hoe noem je dat, plichtsgetrouw. Die zeggen nou, de burgemeester en zijn helpers, die zullen het wel weten. Waarom zou ik in beroep gaan? Nou... In Dalfsen zijn er zijn, even kijken, zal ik niet liegen, zijn in 2015 155 afwijzingen geweest.
En er zijn... een bevolking van 20.000, zei je? Ja, ik weet niet precies hoeveel dat er zitten, maar er zijn 155 afwijzingen geweest. Ik kan wel zeggen van de hoeveel aanvragen, want dat hebben we natuurlijk ook opgevraagd. Er zijn 6135 mensen geweest die een indicatie hebben gehad. En er zijn er 155 afgewezen. En er zijn er totaal 93 in bezwaar gegaan, dus dat valt ook nog wel mee. Hè, want dat, ja, als je van die 155. Ja, nee, er zijn de afwijzingen geweest, er zijn een aantal in bezwaar gegaan. Dat zal ongetwijfeld die afwijzing geweest zijn. Ja, van die 155. Er zijn er 9 van gegrond verklaard. Dus de rest was ongegrond. Ja, dus dat, ja, op wat voor reden ook, dan zou je er verder in moeten duiken. Maar jij zegt in feite dus, het klopt allemaal nog een beetje. Of het klopt wel even. Ik denk dat het klopt misschien niet, dat weet ik niet, dat moet ik nog toetsen. Maar ik denk dat het, de geruchten die gingen van luister, het wordt allemaal gekort. Ik denk dat het in de lijn Overijssel wel meevalt. Maar de kijkers van Ommen die zitten ook al gekluisterd. Oh ja, we hadden Ommen nog. Sorry, ik vergeet Ommen bijna. Ja, dat zou niet goed zijn. Dat is wel onze doelgroep hoor. Ommen, die heeft 10 miljoen ontvangen. En Ommen heeft uitgegeven... En dat is dan een combinatie van WMO en dingen. 6,5 miljoen. Dan zou je zeggen, zou ze 3,5 miljoen op hebben? Nee, roepen ze, we hebben maar 800.000 al. Ja, nou ja, Ommen die verkeert een beetje zwaar. En de grap is dat Ommen en Hardenberg natuurlijk. Nee, maar die zitten natuurlijk samen in één bestuur. Ja. Dus daar zit dan ook. Nou, een bestuursdienst. Ja, oké, maar dit zijn wel degenen waar die de getallen aangeleverd worden. Ja, ze zitten niet in één bestuur, want ze hebben alle twee aparte. Maar de getallen worden aangeleverd door hetzelfde bestuursdienst. Nee, dat we dat even goed scheiden. Dan was ja, dat is heel goed. Nou, wil je ook nog weten hoeveel afwijzingen er in Hardenberg waren? Vind je dat ook nog interessant? Of dat zei toch net al? Was dat jouw Nou, wat natuurlijk wel interessant is, of het überhaupt ook niet duurder geworden is. Ik bedoel, je kunt een budget krijgen, maar we hebben natuurlijk allemaal opgegooid. Er zijn allemaal kleine bureautjes tussen gekomen, die moeten nu allemaal bij die gemeentes. Je schrikt je kapot. Sommige gemeentes hebben 80 zorgaanbieders. Nou ja, ik bedoel, die daar ook opgevraagd. En daar blijft volgens mij het geld zitten. Dus komt uiteindelijk denk ik het geld niet in de zorg terecht. Maar blijft daar in die strijkstok overal, in al die lagen. Mooi, je staat spijker op de kop. Ja. Je hebt organisaties die zouden piramidevormig moeten zijn, maar die zijn omgekeerd piramides. Een enorme bestuurslaag en heel weinig mensen aan het bed. Buurtzorg is daar een voorbeeld van wat tegengesteld is. Hè. Dat is echt een heel klein bestuur. En heel veel goedwillende, zelfstandig werkende buurtzorgmedewerkers. Maar er zijn heel veel organisaties die het niet hebben. En ik geef net aan, een gemeente 80 zorgaanbieders. Jongens, waar zijn we mee bezig? Dat is niet doen. Dat is toch niet nodig? Maar heeft dat niet allemaal ook te maken met die bewuste privatisering? Hè? Dat men dat in feite vanuit... Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van al die kleine organisaties? Zou je niet gewoon één organisatie kunnen oprichten? Die gewoon, heerlijk. Gewoon het ziekenfonds terug. Ja. Geen eigen risico meer. Ja, geen enorme bedragen. Want een normaal ziekenfonds. Het systeem wat we hadden was helemaal zo slecht nog niet. Meen je eens, meneer Van Aalst? Ja, deels wel. Ik bedoel, we hebben natuurlijk... Hij zit er helemaal toch. Dat is toch veel beter. Deels, ik bedoel... Of die helemaal mee. Nee, maar ik bedoel, we hebben natuurlijk de WMO altijd ook bij de provincie gehad. Toen was het altijd goed geregeld. Ik ben zelf bij de overdracht in de vorige periode bij geweest richting de gemeente. We hebben ook de gemeente meegegeven van, goh... Ja, je moet het allemaal zelf weten. Jullie zijn vrij, maar je mag van ons het wiel opnieuw uitvinden. Maar je kunt ook onze aanpak overnemen waarvoor we geroemd worden in Overijssel. Dat hebben ze lang niet allemaal gedaan en dan krijg je dit soort situaties. Ik denk van, hey jongens, waar beginnen we met elkaar aan? En mevrouw Van Dijk, wat vindt u ervan? Want die mensen toch wat meer, want dan kunnen ze ook een huisdier nemen of zo? Nou, je kunt erom lachen. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook een heel aantal schrijnende gevallen die ik in ieder geval wel gezien heb. Ja, want we hebben het nu over de zorg thuis, maar mensen hebben ook steeds meer eigen bijdrage in de zorgverzekering. De zorg is steeds duurder geworden. Wat je hoort is dat de kwaliteit nog niet per definitie beter is. En ik kan me ook wel vinden in wat Roy zegt. Ik denk ook dat als je steeds meer van dit soort kleine organisaties hebt, dat daar ook het geld eigenlijk verdampt. En dat het niet terecht komt bij de mensen die werkelijk de zorg nodig hebben. Maar je hebt het ook met zorgverzekeraars. Hè? Als die winstuitkeringen moeten gaan verstrekken, dat is toch eigenlijk, dat zou er eigenlijk terug moeten keren naar de patiëntenzorg. Miljarden winst maken. Precies. Miljarden winst. En ieder jaar gaat de afspraken die daar worden gemaakt, maar ook met de farmaceutische industrie. Als je dan hoort die afspraken die worden gemaakt, die hebben natuurlijk ook een bepaalde monopoliepositie. Ja. Nou ja, het is heel gezellig en ik denk dat we nog uren door kunnen praten. We lopen zo langzamerhand toch. Ik zit een beetje op de klok te kijken en ik wil je toch nog allemaal even toch de kans en de gelegenheid geven om toch nog wat punten aan te roeren.
U mag het nog even hebben over, over de uitgezette korhoenders en over de koeien. En Fred, misschien heb jij ook nog wel wat interessante punten die je even wilt aanraken. En Roy, jij bent nog niet zoveel aan het woord geweest. We hebben het al kort even gehad over het referendum. Wij hebben als PVV in de provincie nu ook het referendum proberen te lanceren in de laatste vergadering. Welk referendum? In ieder geval een verordening, dat het ook mogelijk maakt om in Overijssel een referendum te kunnen gaan houden. Iedereen is enthousiast over referenda, alleen toen wij hem indienden was iedereen nog niet zo heel enthousiast. Dus dat komt in ieder geval na de reces op de agenda, daar zijn we heel blij mee. Want er zijn, maar het is nog niet de stemming geweest? Het is nog niet in stemming gebracht. Hadden we wel op korte termijn gewild, moeten we zeggen, het is slechts een verordening. Ik bedoel, we moeten ons juist niet te veel mee bemoeien met zo'n referendum, want daar is een referendum niet voor. Mm-hmm. Dat moet je overlaten aan degene die meedoet, aan alle inwoners van Overijssel. Die het, maar dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over afvalwater dumpen. Dat kan je dan gewoon aan de bevolkers. Vind ik dat je daar best voor. Ja. Dat soort dingen, dat leent zich daarvoor. Windmolens is zo'n vorm wat zich heel mooi leent voor een referendum. Goed idee, althans, dat klinkt als een goed idee. Vinden jullie het een minder goed idee? Nou, kijk, wij zijn op zich voorstander van referenda. Alleen, ik denk als je net wat je net noemde, de afvalwaterlozing. Ik denk dat we hebben al een aantal actiegroepen en die hebben allemaal aangegeven van stop die lozingen. Dus volgens mij is het merendeel het daar al wel over eens. Ja, maar dan geef je het een wettelijk kader. Ja, je moet het alleen natuurlijk nu proberen om in Den Haag over het voetlicht te krijgen en met name de minister te overtuigen dat het anders moet. Dus, Fred, ook voor het referendum? Ja, het provinciale referendum heb ik het dan over. Ik ben wel voor een referendum, maar dan moet er wel een kaartje aan hangen. Een raadgevend referendum, nou ja, neem maar het voorbeeld van de Oekraïne, wat eigenlijk de BV Nederland roept nee, maar we gaan het toch wel lekker doen. Dus daar zie ik niet zoveel in. Want dat vind ik dan zonde van het geld wat je erin investeert. Want het heeft heel veel geld gekost, het referendum, miljoenen gekost. Uh-huh. En in wijze gebeurt er, ja natuurlijk, ze doen net alsof ze er wat mee doen, maar in wijze roepen ze van we kunnen niet. Maar ja, ligt het dan aan het referendum? Waar ligt dat aan? Nee, ja, we waren nog even bij Roy. Was dat jouw punt of had je nog iets dat je zegt? Dat was mijn punt. We hebben net even gehad over Brussel, met name over die grenzen waar we mee moeten doen. In Overijssel hebben we het nu aangekaart over met name het probleem nu. Want Fred gaf het net al een keer aan, al die vrouwen die nu overkomen richting Nederland wat betreft die vluchtelingenstroom. Hmm. Waar een heel groot probleem zit nu met de kindbruinen. Dat hebben we ook in de provincie al aangekaart. Want ook dat kunnen we in Overijssel ook nog niet in kaart brengen van of het ook bij ons plaatsvindt. En dat is natuurlijk wel een schrijnend geval. Dan we zeggen van ja jongens. Dus ook vermenging van culturen natuurlijk. Hè, wat je krijgt, want als je hoort dat in Jemen is een vrouw met 9 jaar huwbaar, hè? Laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat nemen dat soort mensen mee. Dat is natuurlijk absurd. Ik bedoel, maar goed. Dat is denk niet de vraag. Ik denk dat we dat zeker niet moeten hebben. Absoluut niet. Maar volgens mij hebben we het ook niet over cultuur. Maar we hebben het volgens mij gewoon over islam. Dat brengt islam mee. Goed, Fred. Jij nog wat afsluiters? Of, Ik denk dat we de belangrijkste dingen voor mij, en dat is niet provinciaal, maar wel gehad hebben. We hebben het namelijk heel uitgebreid gehad over de pensioenen. Daar kan ik wel weer over beginnen, maar dat ga ik niet doen. Mensen willen ook graag wat anders horen. We hebben het gehad over de WMO, weliswaar met wat uithaaltjes erbij, hoe dat op mij valt. En we hebben het even gehad over het langdurig thuiswonen. Daar moet ik wel nog wel wat over kwijt. Ik denk dat je hebt net geroepen mantelzorg en weet ik wat, en rusthuizen die gesloten worden. Ja, ik roep maar wat. Ja, dat is altijd goed dat je dat roept. Maar wij zijn wel van mening dat op zich het langdurig thuiswonen door ouderen, dat het toe te juichen is. Alleen moet je er dan wel de mogelijkheden voor geven, een stukje leefbaarheid bieden. Je moet zorgen dat er een buurtsupertje blijft bestaan. Je moet zorgen dat de mensen hun geld uit de muur kunnen halen of ergens anders vandaan kunnen halen. Dat ze van A naar B moeten kunnen reizen, moet een goed openbaar vervoer zijn. Dus leefbaarheid is ook heel erg belangrijk. Ook in de provincie. Dankjewel. Lia, jij nog wat punten? Jazeker. Wij hebben net voor het zomerreces een klimaatvoorstel ingediend. Voor Overijssel? Voor Overijssel. Er is geen beleid. Dat was ook wel nodig, want we hebben nu zomer gehad. Nou ja, inderdaad. Dat zijn wel allemaal voortekenen dat. Maar daar gaan jullie wat aan doen. We hebben een initiatiefvoorstel ingediend dat wij vinden dat ook Overijssel verantwoordelijkheid moet nemen en naar een formulering van beleid moet komen. Ja. Dus dat zal in ieder geval behandeld worden na het zomerreces. En een ander punt is dat er is ook in het voorjaar een burgerinitiatief ingediend, Stop de Hobbyjacht. Mm-hmm. En ook dat zal in het najaar, als het aan ons ligt, behandeld worden. En dan wel zodanig dat er een einde komt aan het voor het plezier afschieten van dieren. Ja, daar kan je toch geen plezier aan beleven? Of, sommige mensen wel. Ja. En het plan Scherpenkaten, hadden jullie daar nog iets van gehoord? Of, Ja, van gehoord wel. Het leeft natuurlijk nog steeds. Ja? Ja.
Maar goed, ik denk dat daar het laatste woord ook nog steeds niet over gezegd is. En ja, ik denk de dossiers over de wegen. Daar verschillen we denk ik allemaal ook wel. Zijn we niet allemaal op één lijn? Ik denk dat wij snel eens worden. Ik bedoel, plan Scherpenkade. Maar ja, je gaf net aan dat je bent voor goed openbaar vervoer. Ja. Maar goed. Je hebt dus wel de weg nodig. Dus. Ja, maar ook een goed openbaar vervoer moet over een goede weg kunnen rijden. Ja, zeker. Maar dat betekent niet dat je dan wegen hoeft uit te breiden. En dat we dus nog meer kostbare natuur gaan opofferen voor nog meer asfalt. Wat weer ten koste gaat van... wat ik al zei, van natuur en onze leefbaarheid. Je kan natuurlijk ook één goede weg aanleggen en die twee andere wegen weer teruggeven. Wat je nu exact doet... Dat lijkt me heel goed, maar meestal gaat het niet zo, helaas. We pakken nu meer natuur als dat we plan Scherpenkade uit zouden voeren. Ja. Ik bedoel, we zijn kinderen aan huis bij onze vriend Scherpenkade. En vanaf dag één dat wij als PVV in Provinciale Staten zijn gekomen, hebben we met Scherpenkade opgetrokken. Mm-hmm. Ik wil wel zeggen inderdaad, die man met zoveel bezieling en zonder enige belang. Winstbejag. Ik bedoel, hij heeft zijn eigen centen geïnvesteerd om een onderzoek te laten doen. Ja. En hij komt al met een zo'n goede oplossing voor de infrastructuur in Overijssel. Dan vind ik het soms wel beschamend hoe ons bestuur met hem omgaat. Ja. En dan zijn er met name weer de oude partijen, zeg maar, zoals VVD. Niet CDA. De oudere partijen, je zei de oude partijen. De oude elitaire politiek die er zit, die dan weer inderdaad korte metten maakt met zo'n man. En ik vind, als verkiezingstijd is, dan kan alles. Ik bedoel, ik kan me de eerste campagne, dat was niet de afgelopen campagne, maar daarvoor, Job Klaassen van de VVD herinneren, die ook pontificaal in de krant stond met een foto met Scherpenkade, dat was een goed plan. Totdat de coalitie weer in elkaar zat en het was weer einde verhaal voor plan Scherpenkade. Ik heb ook Scherpenkade op zijn hart gedrukt van... Er zit in de provinciale politiek en ook in de landelijke politiek en ook wel in de gemeentepolitiek een groot verschil tussen het gelijk hebben en het gelijk krijgen. We gaan afsluiten. Ik wil jou hartelijk bedanken dat je Edgar hebt vervangen. Je was een goede vervanger. En de volgende keer hebben we graag Edgar, want dan wil ik toch nog wel eens horen wat hij nou in Den Haag ging doen. Fred, zorg dat die pensioenen toch eens een keer prominent ook bij de Tweede Kamer aan de orde komen. Ik neem aan dat jouw grote guru, meneer Krol, dat regelmatig aan de orde stelt. Absoluut. Maar dat het ook eens een keer wat gaat worden. Want als we inderdaad die 1700 miljard hebben waar jij het over had net, dan moet er toch een keer een goede verdeelsleutel voor gevonden worden. Als we veel ouderen op ons stemmen, dan komt het allemaal goed. Ja, dankjewel dat je er was. En Lia, jij natuurlijk ook. Je had natuurlijk het ook nog willen hebben over de slachting van koeien, over de melkquota die wordt uitgevoerd, de bestrijding van de weidevogels. Nou, niet de bestrijding. De bestrijding van de weidevogels zoals die op dit moment plaatsvindt door de monocultuur. Laat ik het dan goed zeggen. Ja. Door het, hoe heet het, Engelse rijgras, wat weg moet in plein dat je weer gewoon, allemaal multigrasjes bloemen krijgt. Bloemen en kruidenrijk, dat willen we. Ja, klopt. Nee, heel erg fijn dat je er was. Neem de volgende keer de hond weer mee, want die kan hier best wel een plekje vinden. Ik zag het. Ik hoop dat we de volgende keer weer van jullie kennis gebruik mogen maken. En voor de kijkers, fijn dat u weer naar ons heeft gekeken. En graag op weg naar uitzending 6. Die gaat ook vast weer heel leuk worden. Dank u wel dat u keek.